Ali. Draait daar goed weg. Er kwam Malone binnen. Is ook een overtreding van Troepé. Veel te wild. Bij El Alucci. El Alucci, die trouwens wel weet wat het is om vrije trappen mee te krijgen. Vorig seizoen stond hij bovenaan op het lijstje. Goed gedaan van Sporksleden om Pidas heen. Is ook een goede voorzet. Dat moet daar raak zijn. Tweede instantie dan wel. Iljevs doet het. Eerst tegen de paal en dan raak NAC in de 12e minuut op voorsprong. Naar het goede voorbereidend werk van Sporksleden. Zou ik kunnen zeggen, Pilas laat zich wat al te naïef uitspelen. Neemt niet weg dat hij er uiteindelijk overtuigend binnen wordt geschoten. Door Luka Iljevs. Dat is zijn eerste voor NAC. Niet alleen van vandaag. Becker. Goed, hard laag geven op Hooy. Die geeft hem goed terug. Dit moet de gelijkmaker zijn. En dat is hem ook. El Kayati, zijn moment is er al sneller dan misschien verwacht. Goed uitgespeeld. Becker, Hooy, El Kayati. Ligt het toch ook helemaal open bij NAC. Dat maar kort heeft weten te genieten van de voorsprong. Becker kreeg hem van El Kayati. Becker. Draait weg bij Sporksleden. Goede voorzet, maar ja, hij moest Hooy koppen. En hoe hoog hij ook springt, het wordt toch een probleem. Goed gedaan, Becker. Nou, moet ik zeggen, dat zelfs voor zijn doen, Hooy ook niet al te hoog komt hier in deze situatie. Hij blijft daar hangen. En dus krijgt hij nog een keer de gelegenheid om uit te halen. Wordt hij aangeraakt ook door Groothuizen. Iets. En dan Kali, die op een goede manier wil je iets weten te vinden. Groothuizen, waarom pak je hem niet? Niemand in de buurt. Nu dan, de herkansen. Hooy. Troepé. Immers. Becker. Dat is goed gedaan. Nu ging het wel. 1-2 en dan uiteindelijk Messi. Daar is hij. Metertje naast. Malone. El Kayati. Becker. Pinas. Aardige voorzet, daar is Hooy. Die durven ze niet in één keer. Dan terug op Immers. Ook niet zuiver, maar daar komt Beugelsdijk. Ja, daar moet je dan een beetje geluk mee hebben. Hij kan erom lachen. Zo wordt het ook. Becker. Makkelijk om Sporksleden heen. Becker. Goed gecorrigeerd. De Koch. Dat was nodig. Een speler van NAC die daar ongelukkig terecht komt. Daar waar het gras ophoudt. Ja, het is pijnlijk. Immers er goed tussen. Goede tackle ook van Nesit, waardoor El Kayati door kan en zelf gaat. Goede redding ook van Van Leer. Aan de linkerkant had ook Becker gekund, maar El Kayati kiest. En kiest voor zichzelf. En Van Leer weet te redden. Mooi moment. El Kayati. Zo. Hard genoeg, maar geen zwammer. Troepé. Oh, Troepé. Fout, maar Groothuizen kan het herstellen. Daar moet tevreden eigenlijk van profiteren. Wordt er dan meteen ook een mogelijkheid aan de andere kant voor Hooy. Hooy, die bal laat lopen terwijl hij allerlei bewegingen maakt. Dan een soort van mislukte voorzet nog bijna bij Nesit zien verschijnen. Troepé dacht het hier allemaal rustig zo te kunnen oplossen, maar daar is tevreden. Maakt dat dan toch slapjes af, hoor.
Hoi. Hoi. Ja, aardige beweging van Hoi. Dan komt hij Koch tegen. Die gaat geel krijgen, denk ik. Of blijft het bij de spuit? Hij laat het been staan, Koch. El-Kayati. El-Kayati op de lat. En Van Leer zat er ook nog aan, volgens mij. Maar die gaat het hier nooit toegeven. Een ander besluit over. Troepé. Troepé, bal goed aangevallen, op de lat gekopt door Immers. Goed naar die bal toe. Kan misschien nog een keer. En dit is niks, zegt Van Boekel. Maar dat zal ongetwijfeld toch bekeken worden, denk ik zomaar. Van Boekel wuift het weg. Hier. Mooi gedaan hoor van Immers. Goed die bal genomen op het juiste moment. Het hoogste punt. Ja. En genoemd. Van Hooijdonk zou eventueel wel, maar niet volledig in dienst. Technisch vlak wat willen doen. Van Leer. ADO Den Haag lang zo sterk niet meer als in het begin van de tweede helft. En daar krijgt er hoe langer meer vertrouwen van. Dit is iets te veel van het goede van Carolina. Daar kan misschien dan ADO van profiteren. Voorzet van Malone komt bij Hoi. Dat was niet de bedoeling. Van Leer blijft staan. Je ziet het aan zich voorbij gaan, letterlijk en figuurlijk. De knal van Becker komt weer helemaal terug bij Hoi. Maar thuisploeg zet weer even aan. Beugelsdijk. Dat is niet zo best gedaan daar van Carolina. Dus Becker met, wilde ik zeggen, nog een mooie afsluiting van een teleurstellende wedstrijd. Maar kijk eens hoe hij dit doet. Slechte paas. Goppel. Goppel haalt de achterlijn. Vindt Valkenburg niet. Nog een keer Goppel. Hard en laag gegeven. En nu kan Valkenburg er wel bijna bij. Elalucci. Groothuizen, niks bijzonders te doen gekregen. En wel een treffer op de oren. Eén goede redding verricht, kort na rust. Toen Troepé de bal verkeerd terugspeelde, tevreden daartussen zat. Je had daar zomaar van kunnen profiteren, deed dat niet. Laatste minuut loopt. Daarachter nog een keer Goppel. Zal de bal nog een keer in kunnen zetten. Goppel, ja, dat is ook goed om Elalucci heen, maar dan is de voorzet ook niet goed. Zit het daar aan de rechterkant dat die voorzetten zo matig aankomen? Is die niet voorzetbestendig? El-Kayati, gaat hij dan nog doen als er iemand is die dat kan? Dan is het wel Pinas, wilde ik zeggen, maar die is het zeker niet. Niet zo hoog over als Beugelsdijk voor rust. Maar Boerenbach, als hij kijkt, zal hij het hoofd schudden. Het ene komt dat schot, is niet het andere. Extra tijd voorbij, dan zal, denk ik, Van Leer de bal nog een keer richting de middenlijn mogen doen plongeren en dan zal het gedaan zijn. Is er een punt voor NAC met een kleine glimlach en is er een punt voor ADO met grote teleurstelling. De handen al geschud, spelers die elkaar, trainers die elkaar kennen als speler. 3 jaar samen bij FC Utrecht. Mooi gebaar van Groenendijk. Daar naartoe. El-Kayati zorgde na 5 minuten voor de gelijkmaker nadat Ilić de score had geopend.